Dit zijn beelden van precies een jaar geleden als een hoosbui Vianen onder water zet. Tot 30 centimeter en dat is vervolgens eigenlijk vanuit de grond ons pand ingelopen en vanaf de zijkant via de muren. De fysiotherapeut is niet de enige die moet dweilen. Ook bij huizen loopt het water binnen. De regenwater blijft eigenlijk op de straat zitten omdat de beperking, de kolken zeg maar, de hoeveelheid water die valt, kan daar niet in weg. Het is een probleem dat speelt bij meer historische binnensteden. Vooral nu noodweer door klimaatverandering vaker voorkomt. Het centrum is volgebouwd en er ligt veel steen, waardoor het water moeilijk weg kan. Verder loopt de binnenstad schuin af en is er ook nog een historisch obstakel. Je ziet hier een mooie stadsmuur. Hij is prachtig. Alleen het nadeel is dat hij aan de lage kant zit van de binnenstad. De Lange Dijk is hoog. Het water komt daar vandaan, gaat naar beneden en komt op een gegeven moment bij de Molenstraat, Korte Kerkstraat. En kan dan niet verder, want het loopt weer op richting de stadsmuur. Om te voorkomen dat bewoners van de laagstgelegen straten opnieuw de klos zijn als het stortregent, pakt de gemeente het riool grootschalig aan. Aan de kant van de dijk komt een goot die het regenwater bovenlangs naar de stadsgracht brengt, zodat dat water alvast niet in het riool terechtkomt. Verderop komt een losstelsel speciaal voor het regenwater. Het regenwater wordt daar verzameld, zeg maar in dat riool, en gaat rechtstreeks naar de stadsgracht. Dus komt niet meer met het vuilwater samen. Dus je krijgt echt een scheiding van het riool, wat natuurlijk een verbetering geeft voor de hele omgeving. Nou, in deze kolk zit best wel wat groen en wat viezigheid. Ook inwoners kunnen volgens de gemeente hun steentje bijdragen. Gooi geen troep in de kolken op straat en zorg voor veel groen in de tuinen, zodat het water weg kan en dit voortaan verleden tijd is.